leuk dat jullie kijken. Zoals jullie in het introotje hebben gezien, heb ik vandaag een andere auto bij me. Geen MX-5, geen Subaru, maar een Ford Fiesta. Deze is van Jamie, onze lasser en gewoon een vriend van ons. En hij heeft een probleem met zijn auto, zijn linksvoor wiellager, die is stuk. Dus die ga ik vervangen vandaag. Zoals jullie zien, Naomi is er niet bij vandaag. Die had iets met een paard, iets met een ding in een kliniek en dat paard moest dan in een klem of zo. Dan gaat er een man tot zijn elleboog erin of zijn schouder, wat is het? Volgens mij tot zijn schouder. Best wel ver in ieder geval. Geen idee, die is er niet bij vandaag. Dus ik ga het in mijn eentje doen. Superleuk, ik heb van Marco, een vriend van mij, heb ik een GoPro mogen lenen. Dus ik ga vandaag de Point of View Mechanic uithangen. En dan ga ik jullie een beetje laten zien van goh, wat moeten we nou losmaken van wielager en waar moeten we persen en hoe zit dat in zijn gang. Dus ik ga jullie meenemen op de GoPro en dan gaan we het zien. Ik denk dat dit een zieke timelapse wordt. Oh, wacht even, let op. Klik, komt hij aan. Nou, zoals jullie net hebben gezien, hebben we dus het fuseestuk losgehaald. Heb ik het fuseestuk losgehaald. Viel best wel mee, Ford kennende. Ik heb wat meer ervaring met Ford, maar meestal zit dat eigenlijk helemaal vastgerot. Maar ik moet zeggen, deze viel best mee. Dus ik heb hier alle boutjes. We gaan even gereedschap opruimen, want dat ziet er niet meer uit. Dat kan niet. En dan gaan we even naar de werkbank. En dan gaan we daar ons nieuwe lager erin persen. Zo, helemaal aangekomen bij de werkbank. Dan heb ik hier het nieuwe lager. Ik zal even laten zien hoe het eruit ziet. Nou, dit is het nieuwe lager. Supermooi. Wauw. Prachtig. En die moet hier erin. Dus we gaan samen even uitvogelen hoe dat in zijn werk gaat. Ik zie al dat hij vanuit die kant eruit moet. Ja. Dus ik ga jullie weer terug op de GoPro zetten en dan gaan we samen vervolgen hoe dit werkt. Oh, wacht, ik doe die special facts nog. Oké, we hebben hier ons fuseestuk en hoe dat nou eigenlijk werkt. Hier zit je remschuif aan en hier zit je, dan zit hier je rem en hier zit ook je wiel aan. En zoals je, ik weet niet of je dit kunt horen, waarschijnlijk niet, maar je voelt gewoon en je hoort gewoon dat dit lager helemaal aan stront is. Je kan hem hier ook zien draaien. Dus, waar beginnen we mee? We moeten eerst het fusee. Of wat is dit? De naaf, sorry. Dit is de naaf, dit is de fusee. We moeten eerst de naaf moeten we eruit persen. En hoe doen we dat? We hebben hier een pers staan. En dan moeten we op het binnenste deel van de naaf moeten we gaan persen. Dus hier hebben we een hele mooie bak. En dan is het altijd een beetje puzzelen en doen. Oh, wacht, ik pak anders nog een top. Hoppa, dop. Deze dop past mooi. Zo. Met een verlengstuk waarschijnlijk. Hoppa. En dan, wat de volgende plan is dat je hem dus eruit moet persen, maar recht. Zo. Thank you.
Mooi. En nu heb je hier dus je naaf. Nou, wat er dus altijd gebeurt is dat deze rand, dit racering, die hoort eigenlijk in deze lager. Of in dit lager. Dus deze hoort eigenlijk niet mee te komen. Maar goed, dat gebeurt altijd. Dus die moeten we zo meteen, moeten we deze eraf halen. En dan persen we deze weer in het nieuwe lager. Nou goed, hebben we deze. Dan ga ik deze eerst even schoonmaken. Nou, wat helpt is een beetje WD. Die spuiten we dan in dit randje hier. Ik hoop dat jullie dit goed kunnen zien op de GoPro. Waarschijnlijk is de GoPro... Waarschijnlijk heeft deze GoPro hogere kwaliteit beeld als die van de camera. Hier, als jullie kunnen zien, zit er een clipje. En dat is eigenlijk... Er zit een nieuwe bij. Een set. Dat is deze clip. En die zit als het ware zo erin. Dus die moet je dus inknijpen en dan omhoog trekken. En dan komt hij dus eruit. Dus wij gaan nu even gereedschap pakken. Clipje is eruit. Nou, wat je dus weet is dat zodra je dus deze clip eruit hebt, die is ervoor dat het lager niet eruit kan komen. Dus dan weet je, dat lager gaat op deze manier erin. Dus hij moet er op deze manier moet hij eruit geperst worden. Dus we gaan even kijken wat we hebben. Of we daar iets voor hebben. Oh, wauw. Dus we kunnen hem met deze kunnen we ondersteunen. Doen we dan deze op. Moet je kijken hoe perfect dat paste. Wat? Hoe is het mogelijk? Nou, ik weet niet wat het is hoor, maar elke auto waar we elke keer aan werken, dat is een YouTube auto. Naar mijn idee, behalve de Subaru altijd. Normaal gesproken is Ford helemaal verschrikkelijk, maar goed. Het lager is eruit en dat ging eigenlijk ver boven verwachting heel goed. Dus we hebben nu een nieuw lager en dan gaan we weer verder op de GoPro. Ik had geen zin om hem af te doen. Ik denk dat we elke keer erop en eraf afstellen, weet je wel. Dus... Oké, zodra je dus op het punt bent om je nieuwe lager erin te monteren, dan komt die dus met zo'n kapje erop. En waarom is dat? Omdat deze rand is een ABS ring. Dus hier zit een magneetring in voor je ABS systeem. En als je eens kijkt, heeft deze kant heeft dat dus niet. Ik weet niet of jullie dit kunnen zien of dat ik het even zo doe. Die en die. Waarschijnlijk kunnen jullie het wel zien. Is die wel scherp trouwens? Oh, wel scherp zeg. In ieder geval. Dit is de ABS-rand en dit is de normale rand. En deze auto heeft ABS. Dus je moet goed opletten. Dit is een beginnersfout. Ik spreek uit ervaring dat je dus de ABS-ring de goede kant erin perst. Dan weten wij dat we hier onze ABS-sensor eruit hebben gehaald. Dus als ik mijn ABS-ring de sensorkant deze kant op doe, nou, dan weten wij allemaal dat dat niet gaat lukken. Dus hij moet er echt zo in. Anders krijg je storingen en is het huilen. Want deze krijg je er ook niet meer heel uit. Dus... Lager gaat er zo in. Hoppa. Klik. Dan moeten we dus gaan we verder persen. Wat wil je dan? Is dat je de buitenste rand gaan we ondersteunen. Dus dan pakken we weer iets wat, we op, iets wat erop lijkt. Dit is mooi. Kijk, een oude lagerschaal als dit. Dit is redelijk recht. Hoppa, nieuw lager gemonteerd. Bam, bam, bam. Oké, volgende hebben we ons clipje ergens. Nieuwe clip en die schuift dan weer hierin. Even kijken of er nog een bolle rand heeft of een scherpe rand. Scherpe rand gaan we naar beneden doen. Gaan we dit nog autistisch omhoog doen. Kijk dan.
kennen jullie ook dat moment? Dat je zeker weet dat je in je vingers gaat prikken? Ja, dat is dit moment. Oké, mooi. Zorg ervoor dat je goed klik hoorde. Want je wil niet dat deze loskomt. Vervolgens hebben we deze nog. De naaf. En die moet nog natuurlijk hier erin. Dus wat gaan we doen? We gaan deze gaan we even eraf slijpen. Aangezien alles al zo soepel gaat, ga ik het toch even proberen met een bijtel en een hamer. Als je denkt dat je er bijna bent, pak je je bijtel en dan zie je hoppa! Jeetje, wat een YouTube auto, ongelooflijk. Nou, en dan heb je je naaf, zoals je ziet ben ik hier een klein stukje erin gegaan, maakt niet zo heel veel uit. Haal je deze even langs de staalborstel. En dat is je naaf. Papa. Vervolgens moeten we natuurlijk de naaf hier als laatste erin krijgen. En dan ben je klaar. Nou ja, klaar. Klaar met de lager. Dan doen we er een klein vetje aan. Oké, wat we nu hebben, is dat we deze, die moet dus hierin. Maar goed, hoe ga ik hem persen? Bij deze kant, hartstikke makkelijk. Die pakken we gewoon hier aan de buitenkant. Bij deze kant, ja, wat gaan we hier ondersteunen dan? Gaan we hem hier ondersteunen? Gaan we hem daar? Dus wat je nu wilt doen is dat je hem dus op de binnenste rand van het lager wil je hem dus ondersteunen. Zodat je deze erin kan persen. Op zich kan deze wel, ik weet alleen niet hoe ver die doorduwt. Oh ja, yeah, hij gaat erin. Let's go. Woe! Hoho, mooi. Nou, en dat is je wielager. Nu zit je wielager vast. Als jullie denken, hey, maar hoe kan het dan dat deze er niet uitkomt? Omdat we hier wel een clipje hebben gedaan. Hier gaat natuurlijk je andere vas in. En dan heb je een moer en die houdt alles vast. Dus, wielager, even checken. Voel geen speling, geen gekke geluiden. Nou, zodra je dus helemaal weer terug bent bij de auto met je fusee-stuk en je lager, dan kun je hem dus weer gaan monteren. Wat je dus ook even kan doen, is dat je nu even al het schroefdraad even een beetje schoonmaakt. Dus het schroefdraad van je aandrijfas en je fusee-kolf kun je even schoonmaken. En het schroefdraad van je stuurkolf kun je even schoonmaken. Sowieso kun je hier even een doekje langs halen, want ik denk niet dat Jamie hier komt. Sowieso komt Jamie hier niet zo vaak, want als je zijn wielen ook ziet... Holy fuck, let op. Maat, what the fuck is dit? Wat is dit? Hier ook, doen we het even. Oh, heel spijtig. Ik ga jullie weer op de GoPro zetten. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Laat het even weten in de beschrijving of we vaker GoPro clipjes moeten doen. En dan zien we jullie zodra het erop zit. Deze zo. Zo, andere vast erin. Kijk uit voor je ABS ring.
die erin. Weet je, Jamie, dit witte vet past mooi bij je wielen. Doen we hier even een likje aan. Zo, en nou, zoals jullie kunnen zien, de hele auto zit weer in elkaar. Wat nu super belangrijk is, is dat jullie even alle bouten nog een keer die je los hebt gehaald, even natrekt met een ratel. Niet met de luchtsleutel zoals ik heb gedaan. Ik ben daarna ook met een ratel er langs gegaan. De andere vastmoer, ja, die moet echt met de 200 plus newton vast. Ik weet niet precies hoeveel, dus roast me niet in de comments. Maar standje 3 luchtsleutel en dat ding gaat echt niet meer loskomen. Dus geloof me, ik heb het vaak gedaan. Ook is het een borgboer, dus die komt echt niet meer los. Verder, natuurlijk, de nummer 1 regel zodra je je wiel eraf hebt, is dat je even je remklauwen schoonmaakt. Dus deze gaan we even schoonmaken. En dan gaan we even voor een proefrit. En dan hopelijk is het geluid weg. Zo, we zitten in de Ford. We gaan even een rondje rijden. Ik heb hem gewassen, ik heb hem al warm gedraaid. Dus als ik zo meteen aan het trappen ben, dan... En jullie zeggen, ah, is met de koude motor. Nee, ik heb hem wel even warm gedraaid. Want ja, dat kan niet anders. Deze auto heeft trouwens ook een uitlaatkleppensysteem en een blow-off. Dus ik denk dat het wel goed te horen is op camera. Ja, leuk. Naast dat alles natuurlijk moet je wel even checken van goh, ik heb natuurlijk wat gefixt en mijn hele linker voorkant is los geweest. Dus check even of je stuur recht staat. Officieel, heel officieel moet je natuurlijk een uitlaaiing hebben, omdat je dus de hele voorkant de hele links voorkant hebt losgehaald. Dus mocht het stuur scheef staan en gaat hij trekken, dan doe ik dat wel even. Verder natuurlijk het grootste deel, het belangrijkste deel waarom we een wiellager vervangen is vanwege dat geluid. En dan gaan we natuurlijk even op wat hogere snelheid rijden en dan even luisteren of het geluid weg is. Ik heb geen before, wat echt stom was eigenlijk. Maar goed, het was echt duidelijk hoorbaar. Oh wacht, ik moet natuurlijk de traction control afzetten. Oh yeah, sport mode, hier gaan we. Lekker. Holy shit, ziek wheel spin, let's go! Oh, trouwens, volgens mij is hij stil, want ik hoorde hem niet. Ik hoorde het wielager niet. Heerlijk. Nou, zoals jullie hebben gehoord, gezien en ja, of jullie het goed hoorden, weet ik niet, op de GoPro. Maar de auto rijdt weer, hij rijdt goed, hij gaat rechtdoor en ik heb geen wielachtergeluid meer. Superleuke auto om ook in te rijden. Echt best wel een leuke belevenis, best wel vlot ook. Dus dat was het eigenlijk weer voor vandaag. Leuk dat jullie weer hebben gekeken. Het was weer een ander soort video als normaal, aangezien we nu wat GoPro dingen hadden en echt een reparatie hadden uitgevoerd. Normaal is het meestal wat aanpassingen, maar nu is het echt een reparatie. Dus mochten jullie een Ford Fiesta ST hebben of een Ford Fiesta of wat dan ook, dan kun je deze video gebruiken om je eigen wiellager te vervangen. Moet je wel een pers hebben, dat is wel een goeie. Dus, mijn naam is Daan en volgende keer, weet niet wat we gaan doen eigenlijk, geen idee, maar dat zien we dan wel. Dan zal Naomi er ook wel bij zijn en dan zie ik jullie weer, oh let op, in de volgende video.